Zaterdagmiddag is een bestuurder met zijn auto tot stilstand gekomen tegen de ingang van het Amrad Hotel aan de Geestersingel in Alkmaar. Hoe dit heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. Een van de twee pilaren bij de ingang is bij het ongeval gescheurd en er is een deel afgebrokkeld. De bestuurder en passagier zijn nagekeken in de ambulance, maar mankeerden niets. De bestuurder is meegenomen naar het bureau voor verhoor en de auto is opgehaald door een berger.